Een vertegenwoordiger van het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesuur, bestaande uit het bondsbestuur en enkele directieleden, heeft op dinsdag 19 oktober een onderhoud gehad met de regering. Partijen hebben zich onder meer gebogen over de noden waarmee het bedrijf kampt. Regering, bond en directie zijn het allen met elkaar eens dat Telesuur weer gezond gemaakt moet worden. Voor volgende maand staat er een vervolgmeeting op het programma. Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme stond de Communicatiedienst Suriname als volgt te woord. De bond heeft een aantal aandachtspunten onder de aandacht gebracht. Ze hebben daarvoor ook hun redenen aangegeven. Niet alleen beleidsissues, maar ook operationele zaken waarvoor ze aandacht vragen. Eén is het voortbestaan en eigenlijk gaat het daarom het voortbestaan van Telesuur. Recent hebben we dus ook mogen vernemen dat Telesuur in zwaar weer verkeert. Dus iedereen, we willen dat dit bedrijf ook blijft voortbestaan. Dus we moeten ook de juiste maatregelen, maar ook de juiste zaken gaan bespreken die ertoe doen. Dit moment is er dus geweest waarbij met de directie, met de clusterminister, minister van Financiën was er dus ook bij, en minister van Wiebes, de vicepresident, de president en vertegenwoordiger van de RVC, dat wij dit allemaal niet alleen aanhoren, maar ook onze inzichten meegeven, samen met de bond. En ja, ik meen te zeggen dat we op één lijn zijn. Misschien een andere aanpak of zaken die anders belicht zijn, maar de intentie is om gezamenlijk dit bedrijf niet in een vervelende positie te laten komen. Nou, we hebben eerste week november een meeting waarbij de aandachtspunten die zijn aangekaart, dat wij die dus in de tussentijd samen met de directie, samen met de raad, dat wij verder beleid formuleren en zaken die uitgewerkt moeten worden, dat die ook transparant worden gemaakt richting de bond. Want ook de medewerkers hebben recht op de informatie die de bond acht. Dus tegen de eerste week november zullen we dan weer in deze setting bij elkaar komen. Om hetgeen er waarvoor is aandacht is gevraagd, met name het voorbestaan, hoe gaan we dat allemaal invulling aan geven. En daar is er ook al een plan vanuit de directie met ondersteuning van de raad. Maar dan geven we de bond daar veel meer transparantie, veel meer informatie over. De koersverschillen, omdat ze nu niet marktconform, de kostprijs is niet marktconform. Dus alles, het heeft verder invloed op de algehele bedrijfsvoering. De inkomsten die zijn dus niet evenredig. Zoals ja, dat is eerder is aangegeven. Dus wat Telesuur, de directie, aandringt, maar ook terecht, laat me dat erbij vermelden, is dat de prijsaanpassing marktconform dient te geschieden. Dat is het traject dat er reeds is uitgewerkt, ook is ingezet. Presentaties zijn verzorgd aan de Raad van Ministers, aan de regeringsraad en recent nog aan het tripartiet overleg om iedereen erbij te betrekken en waarvoor gaan we, waarvoor kiezen we. En om het bedrijf te redden zullen we marktconform moeten gaan en dat hebben we ook drie maanden terug aangegeven. Dat richting uit deze situatie komen dat we heel vroeg al gaan moeten ingrijpen. En dat is dus ingaande november dat we stapsgoed geweest richting gaan het actualiseren van de aanpassen van de tarieven richting marktconform.